Hi, mijn naam is Tiffany. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een shoplog van verschillende winkels met allemaal creatieve hobby-spullen. Ik heb onder andere bij zoals Trenne Grenne, Action, Temu en AliExpress wat leuke hobby-spullen gekocht. En die wil ik graag vandaag met jullie delen. Ik heb ook wat voorbeelden van sommige dingen gemaakt. Dus ja, laten we beginnen. Ik leg even een paar spulletjes weg. Het kan zijn dat ik een beetje anders klinkt als normaal. Ik heb momenteel heel erg veel last van hooikoorts. Dus kan een beetje verkouden klinken. Ik begin met de shoplog die ik heb van spulletjes die ik heb gehaald bij Sos Trenne Grenne. Ik was daar eigenlijk om wat andere spulletjes te halen. Maar ik zag dat ze ook hele leuke hobby spulletjes hadden. Zo heb ik deze pins daar gevonden. Ik ga ze meteen even openmaken. Het zijn 10 pins. En ze kosten €1,39. Dat zijn van deze clips. Van die kleine wasknijpertjes. Ik heb deze ook al eens bij AliExpress gekocht. Daar had ik rode gekocht. Dat kan ik wel even bijpakken. Die zijn een stukje kleiner namelijk. Kijk, die zijn echt wel een aanzienlijk stuk kleiner. Dat zijn kleinere knijpertjes. Deze is nou wat groter. Het hartje is wel dezelfde maat. Maar ik vond ze wel heel leuk met dat bruin en dat wit. Ik denk dat het heel leuk om als je een cadeautje wil geven. Om iets dicht te maken of zo'n gift bag. Dus dat is het eerste. En dan had ik heel leuk tissuepapier. En daar was ik eigenlijk wel naar op zoek voor in de giftbags. Die ik laatst zelf heb gemaakt. Dat kun je zien in mijn vorige video. En ja, van dat tissuepapier. Omdat als je dat dan een beetje bijvult, dan maakt het zeg maar helemaal af. En dit was een heel leuk pastel. Ja, metallic pastel kleurig tissuepapier. In 4 kleuren. Er zit een heel mooi roze in. Hiervan heb ik al een velletje gebruikt. Een heel mooi metallic lichtblauw. Ik hoop dat het een beetje zo overkomt op camera. Goud. En nog een keer het roze. Oh, het zijn 3 kleuren, denk ik. Ja, 3 kleuren. Maar ik vond het allemaal wel hele bruikbare kleuren. Ik vond het wel heel leuk. Ik heb het ook al gebruikt in een tasje. En dat stond echt super leuk. En dit tissuepapier was 9 vellen krijg je en het is €1,96. En dan hadden ze nog dit hele leuke tissuepapier met kersjes. En die was €1,54. Die heb ik nog niet opengemaakt. Dus dat gaan we meteen heel eventjes doen. Ik dacht dat het wel heel leuk was voor een zomerthema cadeautje. Ja, dat is echt super leuk met die kersjes zo. Om een cadeautje in te pakken. Heel leuk voor de zomer. Die ga ik ook zeker van pas komen. Dan zal ik mijn dingen laten zien die bij de Action verkocht. Er waren 2 dingetjes. Deze heb je misschien al gezien in mijn vorige video van de Project Share. Dit is Vintage Ribbon van de Action. En ze hebben meerdere kleurtjes. Dus je hebt deze 3 kleuren, maar je had ook nog andere. Volgens mij 2 andere sets met 3 andere kleuren. Hierop is licht roze, wit en paars. En het is echt heel leuk lint. Dus het ziet er een beetje zo vintage uit. Het staat heel schattig. En ik vond het ook hele leuke kleuren. De andere kleuren waren iets meer shabby chic. Dus dat is niet helemaal mijn stijl. Maar deze pastelkleurtjes, die gaan zeker wel van pas komen. En bij de Action vond ik dit leuke papierblok. En ik zal even kijken of ik wat patroontjes kan laten zien. Ik denk dat jullie het zo wel kunnen zien. Allemaal hele leuke fruitprintjes. Ik vind dit ook heel leuk. Die regenboogstreep. Leuke fruitprintjes. Ook niet, ook een keer een wat kleinere print. Ik vind dat soms die blokken bij Action hele grote prints hebben. Dat is niet altijd handig voor gewone kaartjes of kleinere projecten. Ik vind dit ook heel leuk. En ik heb gemeten. Dit kan ook heel goed op een ATC kaartje. Dus dat is ook heel leuk. Ja, ik vind dit hele leuke patronen. Dus dit is de laatste en dan herhaalt het blok zichzelf. Deze waren nou momenteel in de aanbieding voor €1,70. Dus echt ontzettend goedkoop. Dus ik heb er meteen 2 gekocht. Dus daar ga ik de komende tijd leuke zomerprojecten mee maken. Dan heb ik bij Temu dit gekocht. Het ziet misschien een beetje vreemd uit. Maar dit is een kleine bureaustofzuiger. Ik had die al wel eens eerder gezien. Ze hebben ze ook van bepaalde knutselmerken. Maar dan zijn ze volgens mij van €20 of €18. Deze vond ik al op Temu voor rond de €3-4. En het werkt echt ontzettend goed. Dus misschien kan ik al wel heel eventjes laten zien.
Vooral is het heel fijn als je met shakers en zo hebt gewerkt. En je hebt wat glitter gemorst. Dus bijvoorbeeld van dit soort fijne glitter. Als dat op je bureau ligt. Hier zit de aanknop. En dan is het echt even zo eroverheen. En alles is weg. Dus dat is wel echt ontzettend fijn. En als je het bakje wil openmaken, draai je hieraan. En dan zit het gewoon hierin. En dan kun je het leegmaken. Hij werkt op batterijen. Dus hier bovenin zitten batterijen. En tot nu toe zijn ze ook weer niet leeg gegaan of zo. Dus dat gaat echt supergoed. Heel fijn voor als je werkt met losse glitters. Of met shaker mixes. Of ook als je bijvoorbeeld dies hebt. Waar die hele kleine stukjes uitkomen. Bijvoorbeeld dit soort dies. Die allemaal die kleine dingetjes uitsnijden. Dat ligt soms heel je bureau daar vol mee. En dan met dit is het echt supersnel opgeruimd. Dus daar ben ik echt heel blij mee. Dat is echt wel een aanrader. Ik zal ook de AliExpress en de Temu artikelen onderin de... omschrijving linken, mocht je interesse hebben in een van de spulletjes die ik laat zien. Dan had ik op AliExpress deze twee backtoppers van KS Crafts besteld. Deze heb ik al gebruikt, dus deze is al uit elkaar gehaald, deze nog niet. Deze is echt heel klein. Ik had niet heel aandachtig naar de formaten gekeken, maar ze waren namelijk in de aanbieding. Volgens mij was deze nu iets van 2 of 3 euro en deze 3 of 4 euro, dus echt ontzettend goed geprijsd. En dit kleintje is ook zeker wel leuk. Die kan ik zeker wel gebruiken als je bijvoorbeeld een klein zakje shaker mix maakt. Of een heel klein cadeautje hebt. Dan is deze echt zeker wel leuk om te gebruiken. En dit is gewoon echt al een mooie basismaat. Die gewoon mooi om zo'n standaard kaartzakje heen kan. Dus deze ga ik wel het meeste gebruiken, denk ik. En ik heb hier met de gozer heb ik ook een voorbeeld gemaakt. Dus het idee is trouwens dat je deze kan gebruiken. Je kan hem gebruiken op deze manier. Maar je kan ook deze erin doen. En dan kun je er dus een shaker van maken. Dat heb ik voor dit voorbeeld ook gedaan. Dus ik heb deze gemaakt. En zoals je kan zien is dat een shaker. Ik vind hem heel leuk. Dus je hebt de voor- en de achterkant. Je moet wel de achterkant even dubbel stansen. Het zit niet aan elkaar. Maar dat vind ik zelf niet zo'n probleem. Dus ik had even deze gemaakt om het snel uit te proberen op de testen. Want ik was heel benieuwd. En ik vind hem heel leuk geworden. Dus nog wat leuke embellishments erop. Iets van een leuke tekst. En dan kan hij heel leuk over een giftbag heen. Even kijken wat ik nog meer had. Deze heb ik ook nog gekocht. Dat is van KS Crafts op AliExpress. Hiermee kun je paasthema strikken maken. Dat vond ik echt ontzettend leuk. Ook al is het... Paas is natuurlijk nu voorbij, maar ik denk ik kan op tijd beginnen voor volgend jaar. Dus deze twee en dit maakt de strik, 3D strik. En dan heb je de optie om het te combineren met een worteltje, met konijnenvoetjes of met zo'n Easter piep. En daar heb ik ook een aantal voorbeelden van gemaakt. Zo heb ik deze gemaakt. Dus hier heb ik dat worteltje gebruikt. En dan heb je ook nog zo'n accessoire stukje erbovenop. En dit is dan dus een strik. Je krijgt ook het middenstukje van de strik bij het set. Even kijken, deze heb ik nog gemaakt. Dat is dan dus met die voetjes en die Easter piep gecombineerd. Ja, ik vind hem echt ontzettend leuk. Dit is ook weer een worteltje. Die Easter piep, maar dan met alleen een strikje erop. Nog een Easter piep. Dit papier wat ik heb gebruikt komt trouwens van de Vibra. Dat liet ik zien in mijn vorige shoplog, mocht je daar benieuwd naar zijn. Heel mooi papier voor dit te maken. Heel veel van die konijntjes. Nog een konijntje. Hier heb ik Wink of Stella gebruikt op wit papier. Dus dat glinstert mooi. En deze wortel ook nog. En deze wortel heb ik gekleurd met Copic markers. En deze wortel heb ik gestanst uit lanfanpapier. Ik vind dat het allebei een heel leuk effect geeft. Allebei anders, maar wel allebei heel leuk. Dus dat was dit set. En dan heb ik nog deze snijmal gekocht bij AliExpress. Dat is om een rosette te maken. Je hebt om een rosette te maken 3 of 4 van deze uitsneden nodig. Vind ik verder geen probleem. Ik heb voorheen wel rosetten gemaakt, bijvoorbeeld op deze manier. Dus gewoon een strook papier snijden en dan met de scoreboard en score tool scorelijnen maken en vouwen. Dat is ook heel leuk. Maar met deze krijg je zo'n mooie afgeronde scallop. Dus dan krijg je dit effect. Dus dan kun je een beetje het verschil zien. Dit vind ik ook leuk. Maar ik vind dit echt heel erg mooi. Met die mooie afgeronde hoekjes. Lijkt bijna een soort bloem of zo. Ik vind het echt ontzettend leuk. Dit is trouwens een
feestmutsje. Wat ik heb gemaakt voor mijn hondje die 2 jaar wordt. Ik doe altijd een fotootje maken met een leuke mutsje op. Dus dit is deze snijmal. Dus je hebt er wel een aantal van nodig. Ja, dat maakt mij verder niet uit. Deze was een paar euro. En ik vind dat je echt een heel leuk resultaat mee haalt. Hij is wel vrij groot, zoals je kan zien. Het is echt wel een flinke cirkel. Maar dat is natuurlijk geen probleem, want je kan ook altijd de helft of zo afsnijden. Dan krijg je een aanzienlijk kleinere rozet. Dus ja, hier ben ik heel blij mee. En dat was het voor deze shoplog. Ja, ik ben benieuwd wat jij het leukste vindt wat ik heb gekocht. En of jij nog de laatste tijd leuke dingen hebt gescoord bij de Action of de Vibra of AliExpress of Temu of waar dan ook. Laat het mij vooral weten in de reacties. En ja, ik heb begrepen dat ze bij de Vibra ook hele leuke dingen hebben op dit moment. Ben ik helaas nog niet heen kunnen gaan omdat ik weinig tijd heb. Maar misschien volgende week. We zullen het zien. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.